lepelsteeltje heet. Ja, hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Wonderwachters. Mijn naam is Marijn Franke. Mijn naam is Marijn de Meijer. Ja, wij hebben een primeurtje. Het gaat over de single riders line van de Bob. Ja, wij waren hier een tijdje geleden toen wij zagen dat er een nieuwe rij werd ingericht in het station van de Bob. En de medewerker bevestigde toen ook dat dat een single riders line moest gaan worden. En die medewerker was toen al een groeper, dus die hebben ze al ingezet. Ja, kan jij een beetje uitleggen wat Single Riders Line precies allemaal inhoudt en wat dat doet en zo, met die groepen en zo? Een Single Riders Line is een rij voor mensen die alleen zijn of niet per se bij elkaar willen zitten, waarmee de lege plekken opgevuld zullen worden in de attractie, in de karretjes. Oké, en groepen zit er ook bij, hè? Ja, een groepen die hebben ze nou al ingezet, dat is een medewerker. Die mensen, die staat voor het instappen en die plaatst mensen bij de poortjes. Ja, nou, hoop jij dat er in de toekomst meer van dit soort wachtrijen gaan komen? Wat ik denk is dat dit een beetje een test is voor de Eftelingen om te kijken of het werkt. En waar ik het echt nodig vind, is toch wel Joris en de Draak vooral en de Vliegende Hollander. Ja, bij Joris en de Draak en de Vliegende Hollander zou het wel nodig zijn. Maar waar het dan bijvoorbeeld weer niet nodig is, is bijvoorbeeld bij Vogelrok. Want het ding heeft toch gewoon goede capaciteit. Dat hoef je dat niet te doen. Nee, niet bij Vogelrok. En nou, het is voor de Bob natuurlijk wel een grote stap in capaciteit. Want het is wat dat betreft nooit echt goed. Capaciteit van de Bob is gewoon eigenlijk helemaal niks. Nee, precies. Ja. Ja, maar Single Riders Line bij de Piranha, zou je daar zien staan? Bij de Piranha? Nee, hè? Nou, nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat er behoefte aan is. Ik denk misschien wel weer bij Fata Morgana. Want daar heb je wel eens van de lege plek die je kunt opvullen. Ja, dat is waar. Maar ja, dan heb je aan een groep er ook wel genoeg, denk ik. Ja, een groep zou inderdaad wel genoeg zijn met vader. Ja. Maar heb je nog meer dingen dat je zegt van, nou, dan zou ik hem willen zien of... Nou, sommige mensen die vinden het te Disney-achtig. En daar ben ik niet mee eens. Ik vind dat Disney wel altijd goede dingen doet. En daar is het altijd een succes geweest in Disney. En in Walibi hebben ze ook. En in Europa Park natuurlijk, hè? Ja, in Europa Park zijn ze te zien. En die werken hartstikke goed. Dus ik denk dat de Efteling hier wel iets mee scoort. Ja. Maar dit gaat uiteraard over een rijtje. Dus we gaan de aflevering niet al te lang maken. Maar bij deze sluiten we ook maar weer af. Ja, gezegd is gezegd. Juist. Dit was even een leuk itempje voor tussendoor. Wil je meer van dit soort dingen? Ga dan naar ons YouTube kanaal of ons Twitter account. Kun je dan volg je ons. Ja, dit was het weer, de Wonderwachters. Houdoe. Houdoe.